Dan moet je rollen hoor, en dan achteruit de bus. Weet je. Als we met z'n weg maken, zijn we al nee, André, wij doen even liggen. Voorleggen blijven, André, ja. Dat... Tot we al zelf mee moest lopen, of bouwlopen. Bouwlopen, hè? Toen schrok ik me op, maar op een gegeven moment zei je later van nou, het was tijd. Maar hoe beviel dat nou, dat mag lopen? Nou, dat was erger dan het lopen zelf. Ik weet het, er wordt over bijzondere toestanden gesproken, over wandelen. Bijna een jaar geleden begon André Entjes aan zijn laatste ronde van voorbereidingen voor zijn wandeltocht van Horen naar Rome. We hebben daar flink veel videomateriaal van. Toen zijn er al samenvattingen gemaakt, die heeft u als meest even kunnen zien. Nu komen we er nog een keer op terug. Weer videobeelden in een totaal samenvatting, samen met de foto's die gemaakt zijn, de krantenknipsels die er zijn, de landkaarten liggen hier op tafel en wat gepraat van ons er tussendoor. Ja, hoor naar Rome, kijkt u even mee. Ja, weet je wat ik er zeg? Een wandelaar van Horen naar Rome moet voldoende spieren voor en plezier in zo'n onderneming hebben. Tijdens zijn 12e wandelvierdaagse kon André dat nog eens onderstrepen, terwijl ook het vastberaden karakter voor de volle 100% geschapen was. Niet alleen de wandelvierdaagse behoren tot de voorbereidingen, ook de dag- en nachttocht Amsterdam-Leeuwarden werd gelopen en door Horen en de regio gevolgd. André, waar het eigenlijk om gaat is dat je binnenkort de voetreis gaat ondernemen naar Rome. Daar hebben we de afgelopen weken wat aandacht aan besteed en de komende weken dan gaan we er wat meer aandacht aan besteden. Dus het is eigenlijk een klein beetje een training voor die trip. Ja, het is een training, maar dan in die zin, je gaat hier de nacht door, dus dat is ietsje zwaarder toch wel. Daarentegen is het zo, als ik straks op de 63 kilometer zit, die ik normaal dan per dag moet gaan lopen naar Rome, dan zeg ik, als ik dat nou leuk gedraaid heb, dan zit ik aardig wat mijn training betreft. En alles wat er overheen misgaat, dat vergeet ik dan even, want dan heb ik dan weer een nachtrust om lekker te herstellen op mijn tocht naar Rome. Dus dat is niet zo'n punt. Wat zegt André na afloop van de tocht over die 63 kilometer per dag? Uitgaande van 63 kilometer per dag en dan de uren berekenend die je gelopen hebt qua snelheid en dergelijke, ja, dan moet het haast meer geweest zijn. Zeker. Want we hebben ook af en toe omgelopen door de achtertuinen van verbaasde Duitsers. De weg naar Rome. Hier door uw tuin heen. Nou, dat lukte en die mensen vonden het heel raar dat de weg naar Rome door uw tuin heen. Om op 9 augustus startklaar te zijn, moest er in de dagen daarvoor nog flink wat gebeuren. De route werd nog eens nagelopen, de letters werden op de bus geplakt en André legde het een en ander nog eens naaktfijn aan een verzorger uit. De officieuze start was op vrijdag 8 augustus vanaf de geplande bronstijdboerderij in het Streekbos. Die boerderij, waarvoor André de eerste paal zette, was immers een van de sponsorprojecten. Tussen boven Karspel en Horen liepen achterin volgens de burgemeesters van Stedenbroek, Drechterland en Horen met André mee. Nou, de ene komt in zijn sporten nu. De andere komt in zijn pantalon met een overgooier, zeg maar. En de andere die komt in zijn nette pakkie. Die dag daarop begon de eigenlijke voetreis naar Rome. Broer Jan had een speciale dagkalender gemaakt die André elke dag moest omslaan. 9 augustus 1986, André Entjes voettocht Horen Rome. Beslist per dag omslaan. Toen kwam Hans en ik dan met de bus de hoek om bij de Melselstraat. Wat een ellende, wat een mens. Ja, nou. Nou, dat was niet leuk. We schrokken eigenlijk alle twee van hefverrek, zoveel mensen zo vroeg ons nest had, over hun nest had voor ons eigenlijk. Toen zei ik heel gauw tegen Hans, pak even het paadje zo van het Sint-Jan, dan kennen we even een luchthappen. En dan rijden we meteen op de route de bus en dat vond ik wel prettig. Want ja, nou, we schrokken er niet van, maar het was wel overweldigend. Ben je in één keer weggegaan? Doei allemaal. Ja, merci. Ja, merci. Oké. Alleen van start, maar spoedig was er gezelschap. Ja, mijn broer Jan en Lou, mijn broers, die zijn zeg maar waar ze pakten ze me op een gegeven moment. Nou, op de Zesstedenweg, dat is parallel aan de I-10.
daar haalden ze me dan op een gegeven moment in. En die zijn de hele dag lekker met me meegelopen. Dus dat was een prima opstart het jaar. Ja, die eerste route, daar hadden we het net al eens een beetje over. Was direct al wat lang gepland. Omdat ja, we dachten dat we Nederland op ons duimpje kenden. Maar ja, daar in de buurt van het IJ in Amsterdam, daar, voor je het weet loop je daar toch een paar kilometer om. Ja. Na één was toch verder dan we dachten. En vervolgens die dag daarop. Naar, nou was het in, naar Elst, onder Nijmegen, dat was ook een stuk langer. Ja. Dat waren direct twee behoorlijk zware routes. En ik heb toen direct al gedacht van nou, misschien dat ik volgende week weer thuis aan de kop moet doen. Dat heb ik eerlijk gezegd eventjes gedacht. Ja. André, ik heb er anders over gedacht. Zondag 10 augustus 1986. Al kosten je schoenen veel poen, het zijn je voeten die het moeten doen. Gezonde voeten was het gezelschap ook een hartelijk welkom voor André. Zoals hier een fietser die hielp met de drankvoorziening en ons vertelde wat de kortste route was naar Elst. Ik vertel het niet zo gewoon. Alsjeblieft meneer, wilt u dit even aan die persoon geven? Ja. Ja, u moet ook Maren pakken, zegt die meneer. Ja. Dan Maarsbergen. Dat Maarsbergen. Maarsbergen. En dan Leersen. Dat is dan, hè? En anders maak je het dan. Oh ja. Huh? Ja. Maandag 11 augustus 1986 hadden we de volgende spreuk bedacht. Beter je voeten met blaren dan een bult van het werken. Het is nu 9:15. Dit is de eerste stop. Is er iets fout gegaan, hè? Nou, fout gegaan in zoverre. De heren hebben me gemist in Nijmegen. Ook min of meer een beetje mijn schuld. Maar ik heb onderweg lekker een bekertje melk gekocht. En ik had er weinig hinder van. Ik ging lekker, dus geen paniek verder voor de jongens. Hey, voor de rest voel je nog allemaal fit met je beentjes en zo? Want daar moet het toch van komen. Ja, gaat lekker. Maar het is net als met elke voetreis. Je zal altijd wel eens wat voelen. En als het niet erger wordt of zo, dan gaat het best. Vooral als de route door Berg en Dal door ene Ilona meegelopen wordt. Van waar ben jij meegelopen? Nou eigenlijk vanaf begin bij Sielshof. En je hebt hem speciaal opgewacht, in de kranten gelezen of was het toevallig? Nee, heel toevallig, ja. Waar weg ben jij? Ik ben naar Groesbeek toe, dus het is nog maar een klein stukje. Jij loopt ook vaak of zo? Nou, af en toe, niet echt vaak. Niet de bus gemist of zo? Nee, ook niet de bus gemist, nee. Wat vind je van André? Oh, ik vind hem wel gezellig hoor. Ja, en ik vind het echt fantastisch wat hij aan het doen is. Want eerst dacht ik, hè, naar Rome. Ja. Maar fantastisch. Ik hoop dat hij het redt. Ja. Toen waren we in Duitsland. Nou, eigenlijk kunnen we zeggen dat de eerste gedeelte van Duitsland nou niet echt direct verschrikkelijk interessant was. Recht toe, recht aan. Het was natuurlijk wel lopen en dat is op zich leuk. Maar... Kijk, dat is mazzel en dat hebben we natuurlijk voor die tijd hebben we dat ook in het treuren besproken. We beginnen er niet vanuit dat we al door de mooiste route zouden hebben. Ik ging er zeker niet vanuit. Ik ging er eerder vanuit dat ik alle dagen nou asfalt moest eten. Ja. Ja, gelukkig is dat meegevallen. Alleen toen, dan spring ik weer even verder als voorbeeld. Toen zei ik van, joh, wat een klerenwegen, nog 50 kilometer rechts zo die gaat, stom, irritant, vreselijk verkeer en dergelijke. Ja. Geen fietspad of voetpad erlangs, je liep op de provinciale weg. Maar dat we dan later in Italië liepen. Ja. Nou, toen waren die wegen in Duitsland, waren er weer heilig voor me, dus ja. Alles is even betrekkelijk, gelukkig. Echt moeilijk was het om campings te vinden in het grensgebied van Duitsland. Gelukkig was er een keer een vriendelijke boer die ons een stukje gras ter beschikking stelde. Maar nu terug naar 11 augustus. Na drie keer niet welkom te zijn geweest op zogenaamde privaatcampings, was de aanbieding van deze bungalow in aanbouw een geschenk uit de hemel. Dat hou je niet voor mogelijk gewoon. Dat hou je niet voor mogelijk. Nou, je kan zeggen wat je zeggen wil, dat hou je niet voor mogelijk. Dinsdag 12 augustus 1986, de patiënten leven met je mee. Oh.
Reuters. You painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Take your love down. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I'll be proud to go into my patriotic shore. Yes, it's true that I'm not. Een boer op een trekker uit Rijnland-Westfalen dacht: die man is niet lekker. Die zal het nooit halen. Maar gelukkig was het enthousiasme om ons de weg te wijzen bij andere mensen wel aanwezig. Woensdag 13 augustus 1986. Een plaatje van het dikkertje voor Rome en het duntje na Rome. Het zal er echter wel niet van komen. Ja, en in de vroege ochtenduren van die 13e augustus vonden we toch wel zo'n heerlijk idyllisch rustplekje. Ja, met een kopje koffie erbij. Lekker. Een stromend beekje ernaast. Kijk, dan zie je André wat liever met dat petje. Ja, met een poepie, hè. Wie is dat? Oh, dat is een hardloper. Ja, ja, die liep langs dat klooster. Mooi was dat, ja. Oh, kijk, een hengelaar. Noem je dat? Visser is dat. Kijk dan naar André. Hij lacht daarop. André. Hij voert de zwanen, zie je dat? Lief, hij houdt van de natuur. En de zwanen houden van hem? Ja, ik denk het ook. En heer, dat is heerlijk. Die rust. Hans, ja, die is dat? Ja, die stond te kijken. Die keek rustig toe. En omdat André dit niet besteld had, ging hij verder naar een volgende vredige rustplaats. Arriba, 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 arriba! Nou, omdat André beter kan lopen dan gitaar spelen, zochten we de weg naar Rome, die we vonden tussen Parijs en Keulen. Ja, jongen, tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome. Nou, wij gaan dicht langs Rome, langs Keulen, dan langs Parijs. Hans, ik kies heel vaak nog niet met André mee. Dat vindt u fijn. Donderdag 14 augustus 1986. André lacht iedereen nog uit, vooral op een rustdag. Rustdag! Rond de eerste rustdag kreeg André wat last van zijn linkerscheenbeen. Achteraf heeft hij daar de volgende verklaring voor. Ik had 3 paar schoenen mee. Die wisselde ik geregeld. Nou loop ik normaliter, loop ik erg scheef naar buiten. Dus... Zoals het staat. Ja, ja. Nou, doordat ik dat niet deed, omdat ik al de nieuwe schoenen aantrok in wezen, vermoed ik dat daardoor dat scheenbeen gewoon is gaan irriteren. Ja, dat is natuurlijk allemaal achteraf gepraat en ja, daardoor ben ik wel wat rechter gaan lopen, hoor, wat rechter gaan afwikkelen. Maar goed, daardoor liep ik dat scheenbeen op, ga ik althans vanuit. Kijk, ik zal het even vertellen. Kijk. Dit is de kuif en dit is het scheenbeen. Kijk, hier.
zijn. En dit is gewoon even verlopen. Maar voor de rest gaat het wel hoor. Dit is wat dikker, maar... Ah, maak het ook wel. Allee, we gaan op pad. Op je rust nog even een paar kilometer lopen. Ja, mijn naam. Die lust je niet, zei je. Ja, dat lust ik wel. Maar ik breek me op, maar dan lust ik het wel. Kom op, kom op, nou. Banaan. André wil een banaan. Ik zal nog eens even lezen hoe dit ook niet stond. Volledig ten goede aan beide doelen. Oké, okay, boys. Ha, en zo. dit mag ik op straat gooien in de wei, want dit verrot. Ja, daar ga ik wel over uit. Had ik mijn kauwgom? Waar is mijn kauwgom? Ja. Ja, jongens, ik ga net een stukje dat op. Ja. Ik zie jullie wel weer, hè? Ja hoor. Hoop ik. Doei. Gaan jullie nog peilen of zie ik jullie geregeld? Want ik denk dat het een rotroute wordt, hè? Ja. Ja, kunnen we er wat door? Dat eerste gaan we straks een stuk voor je uit voor de pijlen. Hé hey André, succes. Ben je al een beetje uitgerust op je rustdag? Ja, gewoon. Wat een rustdag. Hoe laat begin je vandaag? 30 kilometer lopen. Het is nu 9 uur geloof ik. Even ruim. Ja. Nee, het is even later. He. Ja goed, we gaan nou vandaag rustig aan. Oké, André. Ik ga me niet gek maken, gewoon freewheelend, ontspanning. En hoe is het met Rome halen? Stomme vraag weer. Natuurlijk, komt goed. Doei. Vrijdag 15 augustus 1986. Met een goed humeur wordt het lopen vandaag vast geen sleur. Je loopt een dag voor op schema, hoe voel je je? Nee, is dat rustig? Hoe voel je je nu? Ik voel me bijna kiplekker. Bijna kiplekker? Ja, op een paar dingetjes na hoor, maar... Was jij op mensen die achter me lopen, Hans? Nee hoor. Dat vertellen we je nog wel eens, wat die kleine ding. Krijg nou de kleren, hé. Hey, heb je die rat al gezien? Hè? Had je die rat al gezien? Hoi. Hey. Jongen. Ja, lekker. Allee. Dat doet hij. Hey, hey, jezus. Hij heeft het niet verwacht, hè? Hey. Even op de motor of zo? Nee. Jezus. Wat doe je vervolgens dan? En daar kom ik met twee broers tegen. Nou, dat was natuurlijk een prima verrassing. Dat was dan... Het is nou heel cool eigenlijk. Maar... Ja. Als je de ogen ziet van jou, als je dat terugkijkt in de studio. Ja. Wel, ik weet het moment dat zich toch wel te herinneren. En dat doet je dan gewoon ontzettend goed. En ja, nu... Ja, de verrassing is eraf. Laten we zo zeggen dan wel voorzichtig. Toen was het wel een verrassing. En dus een reden om een glas fris of zelfs bier te drinken. Hoe zat het eigenlijk met dat bier? S'avonds mocht ik een pilsje nemen, maar met mate. Ik bedoel, het is ook niet zo dat je onder je huid gaat doen of niet. Maar ik moet toch op mijn koolhydraten komen, hè. Daar hing ik het dan maar dan op. Ja, maar de schoen, die hebt, dat heb ik al verteld, die heeft wat adviezen gegeven qua voeding. Ja. En niet eens zozeer speciale voeding, maar over het verdelen van de voeding. Regelmatig drinken onderweg, dus dat hield in dat je... per uur ongeveer nou zeg maar een blikje op moet drinken. Doe je dat niet, dan krijg je obstipatie. Mensen zoeken dat maar even op wat het is. Doe je het voldoende, dan gaat de stoel gewoon prima. Dan weten de mensen allemaal wat het is. Nou, zo ja? Nou, daarna zei je dokter Spoel gewoon van nou, s'avonds een pilsje, dat kan prima. Maar 8 uur voor die tijd, voor de start weer zeg maar,
dan moet je gewoon stoppen, want dan heb ik nog tijd voldoende om uit je lichaam weg te gaan. De slechte alcohol dampen. Zaterdag 16 augustus 1986. Je hoeft niet gek te zijn om deze tocht te lopen, maar het is wel makkelijker. Het is helemaal wel een beetje slaperig. Ja, dat is wel. Ik heb die camera man. Ik ga maar even sterren, maar ja. Geen hoornaar, zoals je dat noemt. André Hensjes, 33 jaar. En wat is het een fantastische prestatie om nu nog zo'n prestatie uit je lichaam te persen. En hij gaat door, heeft hij gezegd. Hij zegt, ik ga door naar Rome. En daar is een coach, Hans Schildersen. En hij helpt hem over de top. Hij helpt hem over de top. Nog 10 meter, nog 10 meter, dames en heren. Oh, applaus, applaus. Dit is fantastisch, dit is fantastisch. Ongelooflijk. Dat zoiets nog kan. Dat zoiets nog kan. Drie broers, André Hensjes. Jan Hensjes en Lou Hensjes, dames en heren, terug naar de studio in Hoorn. Ja, jij bent het doorgescheurd eigenlijk, hè? Ik? Ja, ja, het laatste stukje, ja. Maar ja. Dus ook... Oh ja, toen heb je gevolgd. Oké. Ja, dan moest ik de bolletjes er gewoon verdedigen. En dat heb ik gedaan. Die jongens die hadden een week in gerust en ik, ja, ik heb er niets achter. Ja, die zei dat hij het haalt, dat is natuurlijk buiten kijf. Maar? Daar zal er wel een paar taaie stukjes krijgen. En dat... Ja, kun je iets speciaal, Jan, andere broer, kun je iets speciaal aanwijzen waarvan je denkt van nou, dat is juist André's sterke punt, daarop haalt hij het. Maar het zwakke punt wat hij juist misschien in de gaten moet houden. Nou, ik dacht dat een van zijn zwakke punten is wat altijd zijn voeten was, dat nou juist behoorlijk goed is. Ja? En doorbijten, dat kon hij altijd al wel. Want hij kon met een paar halve garen poten kon hij nog behoorlijk binnenkomen, ja? Op zijn karakter dus. Terwijl ik dan misschien al had gedacht van... Nou, ik kap ermee. Na het fotoverslag van de oversteek over de Moezel zien we hier in het midden van het beeld de bus met daarvoor Jan, Lou en André. Deze Rijn- en Moezeltocht was een van de mooiste en meest gevarieerde. Gigantisch. Ja, hij is schitterend mooi. Ik bedoel, we hebben de Rijn gehad op de meest ongeronde plekken. De Moezel. We hebben de Moezel over de Rijnranken gegaan. Was door de Rijnranken. Levensgevaarlijke paden hebben we gepakt. Maar ik heb me de dappen erin geslagen, want ik denk, die jongens krijgen mij niet kapot. Tuurlijk niet, dat ben ik al niet. De camping van die dag vonden we tegenover de Lorelei, een hoge, in de Rijn uitstekende rots, waar volgens oude verhalen een vrouw haar gouden haren stond te kammen. Dat ging niet onopgemerkt aan de schippers voorbij. En daardoor vergaten ze dus eigenlijk te sturen
En dan vlogen ze daar dus op de rotsen. Maar vaak was het natuurlijk gewoon dat het slecht weer was. Of ja, dat er dus onnauwkeurig gestuurd werd. Jan probeerde een en ander muzikaal te ondersteunen. Weet het wat zal het. Zondag 17 augustus 1986. Een nieuwe variant. Oost-West. Thuis is het ook niet alles. Nadat André afscheid had genomen van zijn broers, moest hij, zoals u ziet, alleen verder. Alsof hij in een gat valt. En eigenlijk dan dubbel. Kijk, de eerste zaterdag dat ze meeliepen, dan wist je dat. Daar rekende je op en je weet gewoon dan, die zondag ga ik er weer voor Zeeland. Nu in die eerste week heb je erop ingesteld, nou, hup, ik moet nu al die dagen in mijn uppie door. Ja, daar stel je op in. Dan is het natuurlijk een prachtige verrassing dat ze komen. Die tweede zaterdag eigenlijk, dus de week was om. Dat is hartstikke gezellig, hartstikke fijn, hartstikke mooi. Alleen die zondagmorgen, toen hebben ze mij dan een stuk terug op de route gezet waar we dan de vorige dag gestopt waren. Want ja, niet elke camping is precies waar ik stopte natuurlijk. En ja, dan rijden ze weg naar Horen. En dan zeggen ze nog heel voorzichtig bij van, wij gaan naar de kermis. Dat was ook wel prettig. Ik denk, ja jongens, dat is leuk hè. Die dag kwamen we aan op de camping Coolentaal, waar André zich voor de belangstelling probeerde te verbergen. Ik ben weg. Zeg het eens, ja, je bent het vast al een beetje. Nou, ja, het begon heel simpel. Die mensen die lazen de tekst op de bus, dan de beheerder, Herr Gouw, ja. De broeders Gouws was het. En die ja, gaat aan het praten van hoe zit dat, wat is dat, een geintje? Nou goed, in al mijn Duits goed de Waals, wat ik tussendoor wel wat opgehaald had hoor uiteraard, heb ik verteld waar ik mee bezig was en die werden zo dol enthousiast, die hebben onmiddellijk een journalist gebeld, die kwam foto's maken, ik kreeg een fles wijn aangeboden, camping was geen punt, elektriciteit was eerst nog wel een punt, maar vooruit, ook geen punt later. Ja, kon er ook allemaal bij. En ja, en dat zijn gewoon leuke opstekers. En ik, hey, frek, onderweg. Ja, peppen ze ook even zachtjes op. En ja, dat is gewoon machtig mooi. Een Nederlandse vakantieganger vatte de voetreis van André als volgt samen. Edel karakter. Maandag 18 augustus 1986. Maar wat ik ervan dacht, horen ze lappendag. Jij ook wel een pilsje drinken mag. Maar niet te veel. Tot onze schrik bemerkten we dat André was gaan rusten. Maar waarom toch? Kijk, het is, moeten jullie luisteren. Het zit namelijk zo. Het begon wat te regenen. Nou is regen niet zo erg. Maar daarbij was er ook nog wat onweer. En nu was ik net nog een beetje in de bebouwde kom. Nou, dat is beter als op het vlakke land weg te lopen. Terwijl de bliksemschichten hier en daar in je oren vliegen. Dus ik denk, weet je wat? Mooi staan, mooi kijken, mooi zijn. Gelukkig klaarde het weer op, zodat André zijn reis kon vervolgen, net zoals dit opaatje. Worden er hier nog mensen, André? Hier nog mensen wonen. Je ziet het alleen druiven hangen, maar wel mooi. Ja?
Zoals André al eerder vertelde, moest er regelmatig gedronken worden. Bijvoorbeeld isotonendrank. Want daar blijf je fit van. Maar André liet zien dat de quickfit drank ook wel zijn echte voordelen had. Hij kachelde met een vaart van 7 km per uur voorbij. Nog even door, André. Dinsdag 19 augustus 1986. Als je echt 's nachts tot rust wil komen, moet je niet van mooie vrouwen dromen. Vandaag houden we het kort. De stad Speyer was een van de grotere steden waar André doorheen liep. U heeft vast wel eens gehoord van die wereldberoemde dom van Speyer. Hier ziet u hem. Die dag moest de paraplu steeds vaker gepakt worden. De route bleek een paar kilometer langer dan gepland en de bus had heel wat moeite met totaal weggeregende paden. Woensdag 20 augustus 1986. Een busreis langs de Rijn kan vast niet zo gezellig zijn. Vandaag hadden we een rustdag. Wat voor een rustdag. Het werd de zwaarste rustdag die we tijdens de voetreis hadden meegemaakt. Oké, André, we gaan nu straks het gemeentehuis in. Had je dat verwacht gisteren? Dat je dat nou... Nee, tuurlijk niet. Maar dat komt er nou zo even weer bij. Dus ja, dan gaan we gewoon het middagje even vullen met een babbeltje hier op het gemeentehuis. En, In de wandel, ja. Ik weet het niet, zeitlich in Boekzaal. Zijn die goed hierheen gekomen? Ja, het is goed. Ja. De wandel nou, goed in de Na bemoedigende woorden van de burgemeester kregen we een exclusieve rondleiding door het slot van Broeksel en door het Mechanisch Muziekmuseum. Na de rondleiding kwam de pers om de nodige vragen aan ons te stellen. Daar zijn ze niet zo traag als hier, om het maar zachtjes te zeggen. Dan bedoel ik dan niet even het Noord-Hollands Dagblad, die we dan geregeld doorbelden, maar de media in Nederland, tenminste dat vind ik nu gewoon achteraf gezien, is wat, ja, wat trager in zulke dingen, lopen er niet zo snel warm voor. Ik weet niet wat het is. Zuurig was dat ook leuk. Zuurig, ja, dat komt straks. Ja. Inderdaad, daar was ook direct die radio enthousiast. Ja. Daarom, en dan zeg je van, als je het nu even over de media hebt in zijn totaal, dan zeg je, ja, in Nederland daar lopen ze er niet van. Zijn ze te nuchter of ze denken inderdaad, het is maar wandelen. Donderdag 21 augustus 1986. De morgenstond heeft goud in de mond. Zorg dat je vanavond weer fris aankomt. De route van vandaag speelt zich af tussen heel vroeg in de morgen en heel laat in de avond. Tussen ontwaken in een warm natuurvroeiende hout en het niet kunnen slapen in het natte gras onder een bus. Tussen het blindelings kunnen vinden van de mooiste paden en het naar elkaar zoeken rond een rivier. Ergens tussen Hoorn en Rome, waar André zijn Walkman overbodig en noodzaak was. Hey Walkman, here's a message from Shark. Greetings from Holland, you're home. When you are in trouble, think about this all the way on your journey to Rome. Hey, walk,
Bonbon. From morning to morning, day after day. En hier, nog maar kijk. They walk. When someday the rain and the wind, you try to attack from behind and scream in the air. Thanks for the blessing and making me clear in my mind. Ik hoop dat je helemaal niet nodig om in deze route. Een gigant van een routebal. From border to border, day after day. Hey, walkman, walk on. Hey, walkman, in the house burning sun. Moet je zien wie er met die Hoornregio Rundfunk uit West-Friesland aangekomen in het Schwarzwald bij André Entjes. André, wie geht? Het geht goed, hè? Een schöne route, hè? Ja, ik mag veel Spaß. Du bist gleich een Tiroler Knabe, ja? Oh ja, ik ben zo fröhlich. Zo fröhlich. Hey, walkman, walk on. Van ik kom al een houtkrijgen van een van mijn zoon naar Rome gaat lopen, maar ik heb hem nog een keer gezien hoor. Nee? Ja, misschien kom ik hem wel. Heel voorzichtig, ja, het is heel duidelijk hier dat zo is. Een groot gedeelte van de route door het Zwarte Woud liep over een zogenaamde Europese wandelweg. U zag de markeringskruisjes al eerder. Het was een hele mooie route en niet licht, maar... Ja, ontiegelijk mooi en daardoor ga je er eigenlijk ook fluitend overheen. Ja, god, je komt er niet veel tegen, dat is een feit wat zeker is. Slap. Ja. Slap. Drie oude dametjes kwamen tegen. Jullie eerst. Ja. Even denk, ja, die kwam ik eerst tegen, hè? Ja. Eerst ja. Oh. Ja, en daar heb ik ook heel voorzichtig tegen verteld waar ik mee bezig was. Nou, Doe. Ze waren oud, gelukkig hadden ze een sterk hart. Die vonden dat schitterend. Daarna raakten we André kwijt. En het leuke was dat ik op een gegeven moment stroomopwaarts liep. De Naholte langs. Ik liep aan de rechterkant om stroomopwaarts. En ik zie jou aan de overkant staan met de bus. Je staat te filmen. Je loopt daar nog aan de overkant van de weg. Je komt weer terug. En ik, brullen, schreeuwen. Nou, mijn volume is helemaal niet zo slecht hoor. Ja, soms wel, maar normaal zit ik daar niet zo mee. Nou, eerlijk waar, joh. Vrijdag 22 augustus 1986. Zo snel hoeft het ook niet te gaan. Anders kom je veel te vlug in Rome aan. Deze dag belde Job vanuit een bejaardentehuis zijn gebruikelijke verslag voor het Noord-Hollands Dagblad door. André ligt gebroken in de bus. Hans en ik komen er iets verder onder vandaan. Het loopt tegen achten. We pikken André straks op bij Wielberg, een van de toeristische plaatsen in het Zwarte Woud. Het lot en de Nagold hielden ons drieën tot in het donker tot 9:30 s'avonds gisteren uit elkaar. We hebben nog wat gegeten, moe en een beetje in de mineur. Dit is Wielberg, voor in de regio. En hoe raar zijn de reporters? Een leuke route is het even wel. En hier normaal? Hier mag je weer naar beneden, André. Oké. Okay. Niet gespeeld, dames en heren, dit is echt. Dit is echt. Niet anders. En dan moet ik die gewoon die kant op, André. Ja, rest zo die gaat, je hebt een nekstukje afgesneden, ongeveer een kilometer of anderhalf. Richting Nagold, de naamplaats van de rivier die we al een tijdje volgen. Maar soms moet je hier om een behoorlijke berg heen. En soms is er een stadje opgebouwd. En dan kun je door middel van trappetjes een hele hoop afsnijden.
Zaterdag 23 augustus 1986. André, een man van de natuur. Vandaag letten we eens wat meer op de bloemen, de vogels en de vlinders. En als u zich afvraagt hoe iemand 63 kilometer per dag kan lopen, gemiddeld althans, dan zult u begrijpen dat tekortkomingen in de bergen op zo'n manier gecompenseerd worden. En blijf maar gaan, André. Even bijna. André zegt dat hij helemaal geen last van zijn steenbeen heeft, dat hij het gevoel heeft dat hij het losloopt. Nee, ik zie te snel dat het gaat. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Bruce Scott, zag man hier. Bruce Scott, ja. Ja, dat zag man niet in Noord-Duitsland. Zag man hier. Noord-Duitsland niet, nu in Schwarzenwald. Dankjewel. Hij mag een voetsuis naar Chrome, die man. Oh! Ja, dat kunnen ze dort zien. Ja? Een voetsuis naar Chrome. Oh! Dat is voor, hier voor die kinderen, ja? Voor die kinderen, aha. Goed. Je inhouding, daar komt wat, want daar mag een zo. Die avond overnachten we voor de tweede keer in een Natuurvriendenhuis. En één ding is zeker, Natuurvrienden houden van feest. Amsterdam nach Rom. Die wandern für Terre des Roms und unterstützen die Aktion für die dritte Welt, für Kinder in der dritten Welt. Sie wollen also gar nichts anderes hören von uns wie ein Wanderlied. Ich bitte Sie recht kräftig mitzusingen, er nimmt das nämlich auch bald auf. Wenn wir erklimmen, sind der Zondag 24 augustus 1986. Na een zware nacht en een nog zwaardere dag wordt het vanavond geen eten maar vreten. Denk echter om de sponsorkilo's. Terwijl de dieselmotor onder de camera staat te ronken. Terwijl André zijn uien zelf. Hier en daar smeert. Ja, André, vertel even wat voor het is, anders gaan de mensen gekke dingen. Ja, anders loop ik het schraal in mijn strak stuk en dat wil ik even voorkomen. Dus, ja. Ik denk dat Hans daar straks ook wel aan toe is. Ja, maar kijk, kan je die schoenen zien? Dan moet ik ophouden. Ja, als je verzorger bent, dan moet je het meemaken en doorgaan wat een. Wat een sportman nou allemaal doormaken, moet je wel voelen. Doormaken wat een sportman voelt, dat kon Hans tussen de rivier de Donau en Schagaar.
Vlak voor de Zwitserse grens vroegen we aan Hans hoe het met hem ging. Ja, het is wel taai hoor, jongen. Het vanaf. Net dat clubje, jongen. Dat is schorrel, hè, noemde jij dat? Schorrel, hoor. Oh, nou, ik vind het een mooi blank, hoor. Jongen. En door deze uitspraak was Job nog wel in de war geraakt. Dat zal even weer krap worden. Ik hoop dat je als je de Mont Blanc opgaat, er net zo fit bij loopt als nu. Daar werken we naartoe, hè, André? Nou, ik ga naar de Godzijdkast. Shit, wat zeg je? Kijk, dames en heren. We zijn nu aangekomen bij de Zwitserse grens, waar André alvast zijn paspoort pakt. Maandag 25 augustus 1986. De verzorgers hebben het ook zwaar, maar steeds is alles weer prima voor elkaar. En André, het is vanochtend om een uur of hoe laat was het? Kwart over zes vertrokken. Vanuit Schaffhausen, grote grensplaats van Zwitserland. En de bewegwijzering voor voetgangers na de Rijnval was uitstekend. Dus we kunnen wel stellen dat André hier goed geluimd aankomt. Schitterend! Mooi, André. Dit is grandioos. We staan over die bruggetjes heen. Dat is prachtig, man. Die worden bang van het watergeweld. Hier is Hans ook de wasbak in het doen. Ja? Wie zei er nou ook weer dat hij Duitsland had gezien? Ja, ik dacht dat het... Omdat de Duits-Zwitserse grens nogal grillig is, moest André daar meerdere keren overheen. Meneer wil mijn paspoort zien. Ja, was je op in dit niemandsland? Ja, André nadert hier de Zwitserse grens voor de tweede keer. Hij is weer helemaal opgewonden. En hij neemt een lekker glas koele melk. Is misschien wel nodig straks. Ik word er niet goed van die grens. Ik heb al 3 keer de grens overgaan, maar 5 keer dat wordt te gek. Fijn nou man, dat was het. Dinsdag 26 augustus 1986. Rome, ik weet zeker dat je er nu zult komen. Vandaag een rustdag. Holländer had de uitspraak bij woord genomen en had besloten van Holland bis naar Rome te wandelen. Heute Nachmittag is de Holländische Wandersmann aan ons Stäfener Studio voorbij spaziert. De Christoph Zürcher had hem zu einer kurzen Verschnaufpause kunnen überreden. André Enzius, das Sie spazieren, Sie wandern von Holland bis nach Rom. Warum macht man sowas? Ja, weil es in Holland keine Berge gibt, muss man in die Strecke wandern. Ja, auch, aber nein, ich wandere viel und gerne. Und das ist auch für eine gute Strecke. Schreck. Ein guter Schreck ist das auch. Und das erklärt auch den Brief. Und ja, man macht da einmal ein Day. Und das geht dann weiter in den Kopf und dann machen wir das. Kann man gleich von der Na het radio-interview gingen we ook naar de plaatselijke krant. En aan de overkant van de Zurichzee pakte André wat winst door die dag een tiental kilometers te lopen. Maar voor de rest was het lekker ontspannen. Woensdag 27 augustus 1986. Wat is de wereld wijd? Kijk uit dat deze adelaar niet op je kop schijt. En toen had jij nog gehoord dat het stuk wat ik pakte, ja, was eigenlijk het stijlste.
Ja, inderdaad, dat is een heel snel stukje. Want als we eerder van het vuur af hadden gegaan, dan had het beter geweest, althans tegen die mensen. Nou, je moet het ook wel een beetje te lijden hebben, hè? Ach, ja, gelukkig maar, hè. Op zich was het mooi, maar daar moest ik even hard lopen voor de auto's, zo eigenlijk. Toen kwamen ook de borden van de Kothard aan, trouwens. De eerste bord. De eerste bord, de eerste bord van de Kothard. En toen dacht ik, nou schiet ik op. Ik ben alleen bang dat mijn snelheid nu wat gaat inboeten, hoor. Dat vind ik heel vreemd eigenlijk. Nou, kijk, niet in die zin dat ik echt moe ben, maar die kolletjes, dat is toch pittig douwen. En misschien dat ik het met de dalen nog wat terug kan brengen, de snelheid, maar... Je kent niet zo idioot hard erop, want je moet er wel je krachten verdelen. En als ik aan het eind van de dag geen berg meer op ken, dan zijn we allemaal in de aap gelogeerd, zoals dat dan heet. Hè? Dan zou je helemaal bezelden. Ik heb ook weer prachtige mooie koeien gezien natuurlijk, hè, met echte bellen. Wat zei je? Ik zeg boe. Nee, ik zeg gewoon boe. Ik denk mijn verzorger staat aan de kant. Nu, als ik redelijk door kan blijven gaan, dan nou hou ik het toch redelijk droog totdat ik zelf warmte genoeg afgeef. En voor de rest gaat het wel alleen. Je ziet het af en toe met die auto's. Dan is het echt even oppassen, want ze rijden vroeg veel af. Maar sommige vrachtwagenchauffeurs die houden keurig in achter me. Wachten tot ze echt naar links kennen. Dat is eigenlijk wel de grote klasse, dan kun je redelijk doorgaan. Steek ik ook altijd netjes even mijn hand op om te bedanken natuurlijk. Na het doorbijten van de eerste echte langere klim, ziet u anderen hier afdalen naar het plaatsje Schweiz. Daar kocht hij een ansichtkaart voor zijn zoon Remy, die binnenkort jarig zou zijn. Wat heb ik even opgedragen, joh? Na de melk ging er natuurlijk ook nog wel een koekje bij André in. We vroegen hem, hoog boven de Unnerzee, hoe het zat met zijn korte wandelstapjes. Ja, weet je, ik heb gewoon geen grotere benen, geen langere benen. Dus ik heb voor mezelf gewoon een vrij korte pas. Ja. Stap. Okay. En dat was Hans, dames en heren, met de bus. Ja, en dan doe ik maar kleinere stapjes en alleen wat meer. En dan hoop ik het gewoon even goed te redden. En ja, ik moet alleen oppassen dat ik geen wrijvingswarmte krijg. Terwijl de nieuwe tunnels in aanbouw waren, moesten ze nog door de oudere heen. Ja, goed, terwijl we hier heel intiem. Nou, door zo'n gang rijden. De Kothard, daar ga je morgen overheen lopen. Heb je daar dan nog iets speciaals voor bedacht? Of ook niet? Nou, weet je, ik denk dat het ook gewoon weer doorgaan en doordouwen. Ik heb een aanloop van pakweg 25 kilometer morgen naar de Kothard. Dus dan ben ik misschien wel zo kapot dat ik hem haast niet meer pakken kan. Maar dat haalt je de donder natuurlijk. Hè. Donderdag 28 augustus 1986. Vandaag weer op goede voet. Wat gaat het nog bijzonder goed? Ah. Hier heb je het ook al gedaan, zeker? Zo goed, jongens, hè? Goshie, Mickey. Ik ben wat duffig. Hey, waarom gooi jij nou aan de kant voor? Maken we echt nog veranderen.
kwam maar net weg. Op de echte pakken weer. Lijkt zich al aan te dienen. Hé? Pak jij de tunnel niet, André? Je weet niet, jongens, gisteren gingen we even door de tunnel. Hoe lang was je ook weer? 300 in? 360, ja. 360 meter. Nou, toen werden we al bekendgesteld van de auto's die erdoor gingen. Wat dan als je 17 kilometer door de tunnel moest? Ja. Dat doen we helemaal gek. En dan nog de smog die er in de tunnel hangt. Dan kunnen ze me halverwege kunnen ze me wegbrengen. Want dan ben ik echt kapot. Ja, nou, geintje natuurlijk, maar wel leuk. Hier worden dus vrachtwagens opgewogen. Ja, natuurlijk. Kun je wat achter, hè?
genoeg lopen. Ik neem een beetje tussendoor. Zo'n rot in wat wij hadden niet. Nu zakken we echt beneden in de nevel, zeg maar. Kunnen we eigenlijk wel stellen dat het echt niet is? Ja. Het is hier schitterend, man. Alle klokjes, gentianen, koekoesbloemen zelfs nog op deze hoogte. Een of ander soort zuring, die moet ik nog even opzoeken wat het is. Dan heb je nog alpenmagrieten, dan heb je nog van die gele bloemetjes. Ik moet ze allemaal even opzoeken wat het is precies. Dat was de Sint-Kotthard. Na de mistige beklimming eindigde de afdaling in regen. Omdat geen vergezichten meegenomen konden worden in het geheugen, had André een alternatief gevonden. Ik weet dat het niet mag. Wat weet je wat niet mag, André? Nou, ik wil gewoon één steentje wil ik mee hebben van de Gotthard. Dat moet. Hè? Het is niet de mooiste, okay. Maar ja, gewoon een klein, niet tastbare herinnering. Ja, dat wilde ik. Het mag normaal niet. Maar dit is echt van de San Gotardo. En ja, dat is te gek gewoon een ding. Ja, dat is leuk. Ja, dat is een relatie. Zeg dat maar. Ja, tussen de bedrijven heb ik nog een restaurant geopend, hè? Ja, nou ja. Ik heb een bezoek uit. Een visio in Horen en de regio. Jetten we een nieuwe kok in ons restaurant. Viva Leven ABC di Cortardo. Al die ingrediënties lopende moskee van Holland horen naar Roma. Want hier is zijn nieuwe werkplaats. Die Coco de Coco van ons nieuwe restaurant. Ja. Andriuntia. Welkom, Rosmeria. Zo, kijk. De koeken die kwam in de regio. Klaar. Hoppa! Schoon! Vrijdag 29 augustus 1986. André loopt nog eens voor zijn lol over de gehele aardbol. Wat is lopen toch gezond? Die dag ontwaken we in een warm bed. Als we naar buiten kijken, zien we duidelijk de besneeuwde Alpen. Een dag te laat voor André, die het wandelschema boven het kijkplezier moet stellen. Ik ben niet zo half zo als jij, die al achter die camera. Ik moet het wat lopen, en jij af en toe bij plaatjes, dus daarom loop ik maar te flatteren met jou. Nog even terug, nog even nieuw. Ja, dat is wel goed met je. Ciao, arrivederci. Wat ik heb
doorgemaakt en wat ik heb meegemaakt en wat ik voel en niet voel. En ja, dan mag ik niet mopperen. En qua belevenissen onderweg weet je gewoon dat je er weinig tijd hebt om echt contacten te leggen met mensen. Maar dan is het toch hartstikke leuk waar je ontvangen wordt of niet ontvangen wordt. En ja, je geniet gewoon. En toen was het tijd om de automatische camera in te stellen. Zaterdag 30 augustus 1986. Er liep eens een wandelaar naar Rome. Velen zeiden, hij zal er wel niet komen. Maar zeker en gewis, hij al een mooi stuk op streek is. Als de wekker het niet gedaan zou hebben, dan werden we wel gewekt door de geur van deze overheerlijke Italiaanse broodjes. Een korte uitleg stond op het programma van deze bakker. Een lange dag wandelen stond op het programma van André. Toen onder het genot van een lekkere beker melk de eerste bescheiden palmbomen te zien waren, werd het tijd om met behulp van een zogenaamd curvemetertje het juiste aantal kilometers naar Rome eens te meten en om daarna de Zwitsers-Italiaanse grensplaats Chiasso te passeren. Je bent op een hele slinkse manier door de douane gekomen. Ja, ja, het is ongelooflijk. Ja, jij ging even naar de auto om mijn paspoort halen, hè? Ja, dat ging ik. Want jij was er al door, want jij zat in de stroom van de auto's, dus jij kon niks anders. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp je. En toen stonden wij te wachten op mijn paspoort en toen moesten we door, paspoort of niet, ik moest door, dus nou ja, leuk dat je hem even wou brengen, maar hij kan weer in plastic. En hier zien we de grens van Zwitserland en Italië, zowel aan de kant van Zwitserland als aan de kant van Italië, een lange rij wachtende, en het is ook niet zo gek, de grens loopt dwars door een stad heen. En wat is dan o zo aantrekkelijk voor Zwitsers en Italianen om in Italië, respectievelijk Zwitserland, te gaan winkelen of iets anders te doen. Zondag 31 augustus 1986. Als je een aanval krijgt om te stoppen, ga dan in een hoekje zitten en wacht tot de aanval over is. Vandaag is het 31 augustus en vandaag wordt er ook een wielerwedstrijd georganiseerd. Behalve al de supertocht naar Rome doen er dus nog meer mensen aan sport. De Alpen, die zit hier nog vaag op de achtergrond, hebben we inmiddels achter ons gelaten. De laatste van Italië zijn zelfs een feit. En we gaan nu naar een beetje, hoor. Milaan toch wel. Ja, het wordt nou even minder, hè. Ja, nou we in de laatste pakweg 700 kilometer zijn beland. En de spieren zich langzamerhand natuurlijk wel wat meer laten voelen. Passage van Milaan.
zal even verduren. Ik vind het toch de moeite waard om hier wat beelden van te laten zien. Milaan is immers een beetje de grootste stad op onze route. We hebben natuurlijk ook Rome nog, maar dat mag voor zich spreken. Ja, Milaan. Vond je dat? Ja, ik val tegen. Het valt tegen, hè? Ja, dat heb je gezien. Ja. De streep op het plattegrond, dat was vol naar beneden, maar ja. Het is niet erg gelukt, hè? Nee, we zouden recht door Milaan gaan, maar het werd een soort uurtje en toen... Ja, dan heb ik ook wat uurtjes verloren. Uurtjes om met een uur te beginnen, maar... Ja, op zich was de stad niet echt mooi. We hebben de donderdag even proberen te zoeken, maar daar kwam ook niet gevonden. Ja, maar blij zijn dat het zondag was, want anders was het helemaal geen doel geweest. Zondag was wel rustig, ja. We konden er makkelijk door anders. Inderdaad, dan was het zeker werk geweest, ja. Milaan lieten we dus rustig achter ons en we gingen naar Genua. Maandag 1 september 1986. De nieuwe maand is begonnen. Op de helft weet je meer. Misschien loop je deze tocht nog wel eens een keer. Een rustdag dus. Dan ga je je scheren, dan lees je wat of je maakt lol. Dames en heren, André Jensjes mag vandaag dan wel zijn rustdag hebben. Hij heeft toch besloten om nog een wandelingetje door Lombardije te maken. Want Lombardije is de Italiaanse streek waarin wij ons nu alweer een tijdje bevinden. Maar hij liet voornamelijk zijn voeten tot rust komen. Even erbij voor de luisteraars en kijken, hè? Dinsdag 2 september 1986. Nog even de tanden op elkaar. Ja, inderdaad, het viel in ieder geval wel op dat die mensen daar vroeger eerder zijn dan wij. Ja, want toen zitten we waarschijnlijk in de siesta. Terwijl André al in alle vroegte en drukte deze rivier de Po overstak, troffen de verzorgers hem later aan in het plaatsje Foggera. Dat is het plaatsje waar we nu doorheen rijden, dinsdag 2 september. Nou, veel goed hier, joh. Ik begrijp niet dat onze lieve Italianen geen vier ogen heeft gegeven, want je moet er aan alle kanten opletten. Ze rijden hartstikke dood als je die oppast. Volgens mij ga ik wel staan. Ik word een beetje lyrisch van al die riviernamen. Heb je waarschijnlijk al gemerkt. En ik laat me ook niet zelden opgegaan tot het maken van een aantal vergelijkingen. Had ik zelf net weer in gedachten van André als een haas door in een Wieringermeerpolder heen schuifelt. Maar ja, dat zal hij ook wel niet zo geslaagd vinden, dus ik hou maar op een locomotief die doorkachelt naar Genua. Goed zo! Het gaat fluiten in zekere zin, gezien de tocht. En nou, ik kan haar stellen dat ik me
nog steeds niet beroerder voel als na een doorsnee na mijn eerste vierdaagse. Dat is het absurde eigenlijk. Waar ik me nu weer een beetje aan optrek, is toch dat Genua straks dichterbij komt. Zeker morgen pakken we Genua. Nou, dan heb ik de kust en daar trek ik me nu aan op. En die kust die zal dan nog lang genoeg zijn. Maar dat zie ik dan wel weer. Misschien zie ik een heleboel beeldschone vrouwen. Dat ik zeg van, goh, dat is toch ogelijk. Alleen Tini, je weet het hè, eten en drinken thuis. De ervaring op zich neemt geen mens meer af. Met of zonder sponsoring. Ik vind het nu nog steeds een gigantische ervaring. Maar daarnaast is natuurlijk de voldoening des te groter. Als er zoveel mogelijk sponsorgeld binnenkomt. Voor de twee doelen waar we het uiteindelijk voor begonnen zijn. En dan zeg ik dat is een welgemeend cadeau. Van alle mensen in West-Friesland, CQ, in Nederland. Dat ik zeg van ja jongens, dan flikken we iets samen. En nu flik ik het op dit moment alleen waarschijnlijk met mijn twee verzorgers. En met zijn twee verzorgers zocht hij naar een camping die er niet was. Ten slotte bood een rivierbedding plaats. Als wij vragen politie of die komen of niet, dan zeggen ze gewoon van... Zie maar, of ze komen niet en we gokken het. Niet lullen. Woensdag 3 september 1986. Rome, Rome, Rome. André ligt er al van te dromen. En op een gegeven moment zien alle bergen er hetzelfde uit. En op een gegeven moment moet je er ook hetzelfde voor doen om zo te komen. Voor Genua nog een mooi heuvelgebiedje, ook best wel zwaar. En dan denk je van nou, Genua de Middellandse Zee, of hoe heet die golf daar, dan, hoe die daar geplakt heeft, weet ik niet. Nou, vertel eens, ben er alleen foto's van, zwart-wit, van dat is het meest voor zich. Dat was een ellende die heel lang als je in het centrum was al. Dat je bij water was. Dat was heel verschrikkelijk. Dat was een afgrijzelijke stad gewoon. Milaan, kijk, dat viel wel tegen. Het was niet echt mooi weer, maar Genua, dat was een droevige stad. Donderdag 4 september 1986. Zo je misschien nog wel weet, in de keuken van het Sint-Jan is het ook behoorlijk heet. Vandaag begonnen we met de wetenschap dat André 40 kilometer om moest lopen om gevaarlijke tunnels te mijden. Bovendien verviel er een rustdag. De reactie van André. Hoe het gaat? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja. Ik denk dat het wel gaat, alleen ik zal wat extra kachelen moeten. Alles? Nou, ik ben er niet blij mee. Dit was de Italiaanse Riviera. Met de stedelijke stranden. Dat is een van die torentjes, zoals we die vast nog wel vaak zien. En dat is die man die naar die Romeinen gaat. Vertel eens over die tunnels nog even. Over die tunnels, ja, dat was natuurlijk heel leuk. We wilden prima de kust weghouden. Totdat we op een gegeven moment het eerste tunnel was met stoplichten, was verlicht, dat ging. Ja, ja. Ja, ging. Niet echt blij. Niet enthousiast? Nee. Maar, nou, toen het tweede tunneltje was, hetzelfde laag in de pak. En toen het derde tunnel. Er zat een bocht in. Dat is dan ook nog zo smal zijn en donker. En is het een hachelijke zaak, hebben we besloten, en dat zal iedereen wel besluiten, om daar doorheen te gaan lopen. Vandaar de bergen in, alweer de bergen in. Het is wel geen godhak, maar het is toch zwaar, loodzwaar. En die zon die blijft tot in de avond in je nek branden. Maar gelukkig waren er frisse meloenen, ook voor de verzorgers. Maar nu weer terug naar André. Die verder vertelt over de rekenfout. Nou, we hebben één dag hebben we fout gerekend en dat was eigenlijk de... Vrijdag hadden we ook als wandeldag moeten rekenen en daar hebben we eigenlijk niet voldoende rekening mee gehouden.
Dus er kwamen een dag tekort in wezen. Willen we donderdag in Rome komen. Nou ken ik die rustdag ken ik doorkachelen. Die we nog hebben liggen zondag, nu zondag dus. Ja. En dan eventueel nog wat uurtjes extra lopen op de dagen zelf. Kijken hoe ver dat lukt. Ja, en ik, kapot is kapot, alleen het valt zo. Nou valt het dubbel tegen. Kapot is kapot. En dat gold in ieder geval voor de videorecorder, die vanaf dit moment alleen nog maar onbruikbare flarre beeld levert. Omdat André zijn tocht tot Rome liep, stappen we nu over op foto's, zodat toch ook het eind van deze voetreis in de reportage verwerkt is. Maar toch, hoeveel beelden een ander ook te zien krijgt, hoeveel woorden te horen, het echte verhaal rust in het hoofd van één man, André Ensius. Never forget! Met deze foto's maken we gebruik van reisverslagen die te lezen waren in het Noord-Hollands Dagblad. Hoewel André van het wandelen mentaal wel wat moe wordt, blijft de eeuwige lach van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op zijn gezicht staan. Rome gaat gehaald worden. 5 september 1986. Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome. André zal daar zeker nu wel komen. Het ergste deel van de tocht vond ik nog de Via Aurelia van Genua naar Rome. Zo'n 500 kilometer en we moesten die grotendeels volgen. Een levensgevaarlijke weg. Van voetgangers hebben ze in Italië kennelijk nog nooit gehoord. En van campingplaatsen kennelijk ook niet. Tenminste, niet na het hoogseizoen. Vandaar dat we de laatste week bijna elke dag langs de Aurelia liepen. Verzorgers onder en André in de bus. 7 september 1986. Rome komt in het zicht. Voor een natuurliefhebber als André viel het niet mee om de puinhopen langs de kant van de weg te accepteren. Bij het naderen van Rome was het André zelf die om de massage vroeg. Het drukke verkeer, de lange weg en de puinhoop gingen parten spelen. Bijvoorbeeld op 8 september. Loop maar lekker door. Springen is ook niet alles hoor. Daarom was het plotselinge bezoek van zus Nel en zwager Dick op een van de rustplekken een welkome duw in de rug. Bijna letterlijk, want Nel liep de laatste dagen af en toe mee. De spreuk van die 9 september 1986 was: denk vandaag eens aan de mensen die per kilometer sponsoren. Het loopt wel aardig op, het bedrag. En de spreuk van 10 september 1986 was: met de hoed in de hand kwam hij door menig land. En Tini Ensius is vertrokken naar Rome. Tini Ensius is vanmiddag om 1:30 vanaf Schiphol naar Rome vertrokken. In de Italiaanse hoofdstad hoopt ze morgenmiddag rond 3:00 getuigd te zijn van de aankomst op het Sint-Pietersplein van haar echtgenoot André en zijn twee begeleiders Job Groenewegen en Hans Gillissen. 11 september 1986. Het eind van mijn Latijn. Ik zal er nu wel bijna zijn. Goede reis terug. Dat was de laatste kalenderspreuk van Jan. En dan de bevestiging van kracht en karakter. Rome.